In het westelijk deel van onze havenstad en gelegen in de schaduw van de Lee Towers zit gevestigd de bedrijfsschool van netbeheerder Stedin. En voor wie het nog niet weet, Stedin voorziet haar klanten van energie. Oeh. In 2019 richtte Stedin het Service Team Operations op, waarin mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden opgeleid tot assistentmonteur. En hoe dat nu precies in zijn werk gaat, dat vraag ik Kirsten. Hey Kirsten. Hi. Hey, waarom zijn jullie deze activiteit gestart? Wij zijn deze activiteit gestart om zoveel mogelijk mensen die moeite hebben met het vinden van een baan en een baan te behouden aan het werk te zetten. En zo lossen wij ook ons dreigende personeelstekort op. Nou, dat lijkt me een win-win situatie. En hoe ziet die opleiding eruit? Onze leerlingen doorlopen diverse levels. Hierbij besteden we vooral aandacht aan diverse vaardigheden, maar ook het behalen van alle veiligheidscertificaten, zodat zij kunnen uitstromen in de operatie. Oké, en zijn er al een hoop monteurs aan de slag gegaan? Zeker, we hebben al meer dan 60 assistent-monteurs aangenomen, waarvan ongeveer de helft ook doorleert voor een MBO niveau 2 of 3 opleiding. En wat het leukste is, is dat we ook heel veel dames weten te enthousiasmeren, dus er zijn er al 9 bij ons gestart. Ja, diversiteit op de werkvloer, dat zien we graag. Waarom is dat voor jullie zo belangrijk? Omdat wij graag een afspiegeling willen zijn van de samenleving. Ook zorgt diversiteit voor betere resultaten. En we graag gelijke kansen bieden aan iedereen. Nou, ze steken er een hoop energie in daar in West. Goed om te zien. Hey, ben jij nu ook zo nieuwsgierig naar de activiteiten van de andere ondernemers? Kijk dan op 010inclusief.nl.